Het is 7:10. Het is vrijdagavond. De stembussen voor de Top 2000 zijn net dichtgegaan. Computers hebben hun werk gedaan en wij kunnen zo meteen bekendmaken wat de top 3 is. Ik ga naar Bart Arends en ik stel hem de vraag. Wat denk je? Nummer 3? Oei, ja, ik hoop als ambassadeur van Billy Joel dat hij het geworden is. Maar of... Piano Man op 3, dat zou te gek zijn. Hè? Lijkt me fantastisch, ja. Ben je kamp Bohemian Rhapsody op 1, Paul? Ja, ik heb er lang over nagedacht. Maar ja, dat moet hem zijn, dat moet hem zijn. Gijs, aan jou de vraag. Nummer 2, denk je? Misschien wel Billy Joel met Piano Man. Dat hij nog iets hoger komt dan dat wij denken. Dat zou ook kunnen. Ik kijk heel even achter me of het ook allemaal klopt. En of we nu op de knop mogen rammen. Want dan komt hij eruit. Ja, hebben de computers een werk? Ja. Lieve collega's van Radio 2. Om te beginnen wil ik zeggen. Mensen die hebben gestemd, dankjewel. De uiteindelijke lijst wordt later bekendgemaakt. Zenden we uit vanaf eerste kerstdag de top 2000. Maar wat is de top 3? Ja! Ja! Dit is de top 3 van de top 2000 2018. Ja, te gek! Ja, een nieuwe top 3! Nieuwe top 3 van de NPO Radio 2 tot 2018. Billy Joel, Piano Man op nummer 3. Op nummer 2, Hotel California van de Eagles. En dit is de nummer 1. Is this the real life? Is this just fantasy?